Goedemiddag, we staan vandaag naast de Peugeot E2008. Peugeot heeft er bewust voor gekozen om niet een apart elektrisch model te maken, maar één model dat te leveren is in een elektrische, benzine en een diesel variant, waardoor de klant zelf mag bepalen welke hij de voorkeur aan geeft. Het enige waar je de elektrische variant eigenlijk aan herkent, zijn zijn rode details aan de voorkant, het logo waar blauw verwerkt is en het eetje aan de zijkant. Ik neem jullie naar binnen om het interieur te laten zien. Zoals bij vele auto's kunnen we ook hier met een keyless entry instappen. Wat Peugeot heel leuk heeft gedaan is het digitale cockpit waar ze 3D in hebben gedaan. Waardoor eigenlijk bepaalde figuren die het belangrijk zijn naar voren worden geprojecteerd. Daarnaast heeft Peugeot het typische kleine stuurtje, heel lucht ook te sturen. En je kijkt daar overheen naar het digitale dashboard en naar de weg. Wat ook fijn is, als je hier bijvoorbeeld de Android Auto of de Apple CarPlay hebt aanstaan, kan hier navigatie worden afgespeeld, waardoor er met twee schermen gewisseld kan worden. Er is draadloos opladen voor de telefoon, adaptive cruise control en eigenlijk de veiligheidssystemen die je kan verwachten van een auto als dit. Dan laat ik de ruimte achter zien. Het is een SUV, maar echt een gezinswagen is het misschien niet. Qua hoofdruimte voldoende, maar met mijn ruim 1,90 pas ik niet echt achter mezelf. Een lange rit is niet ideaal. Dan lopen we helemaal naar achter. De Peugeot E2008 is er met één accupakket. Een 50 kWh accupakket waarmee de auto een praktijkactieradius heeft van ongeveer 300 km. In de winter wordt dat zo'n 100 km minder, dus als je het vergelijkt met de hedendaagse elektrische auto's, is het niet erg veel. Kijken we naar de kofferruimte. 400 liter aan bagageruimte. De tildrempel is vlak, maar er kan daaronder nog wat bijgevoegd worden. Het is een SUV, het is wat groter, alleen het is niet voor een heel gezin. Mocht u nou echt drie kinderen mee moeten, dan kunt u beter kijken naar een 3008 bijvoorbeeld. Bent u nou geïnteresseerd in deze auto? Vul uw gegevens in de link in de beschrijving in. En wij nemen contact met u op.